Goedemorgen, middag of avond en welkom terug bij Krimi TV. Hebben jullie mij een beetje gemist? Ik jullie wel. Ik heb jullie ontzettend gemist. We gaan ook gauw verder straks met deze aflevering. Eerst even het volgende. Mijn nieuwe computer is binnen. Ik heb hem even helemaal afgesteld. Alle games geïnstalleerd en noem het maar op. Dat gaat echt fantastisch. Ik heb een paar nieuwe games die ik graag wil proberen voor Krimi TV. Kijken of jullie het ook leuk vinden. En voor nu gaan we inderdaad even kijken naar wat beeldmateriaal dat ik heb opgenomen in de tussentijd. Het is voornamelijk Thomas en ik en wij werken vandaag aan het Space Station. Wij zijn daar bezig geweest in de ruimte om een Space Station op te zetten. En we hebben het eventjes een klein stukje over force fields van modular force fields systems. Van Calclavia mod, als ik me niet vergis. En daar gaan we dan eventjes naar kijken hoe we dat allemaal opzetten en wat we verder gaan doen. En er is een klein stukje over de oorlog die hier is uitgebroken. En dat zal ik toevoegen aan het einde van de aflevering. Het is niet allemaal één verhaal. Dus ik probeer het wel wat leuk te editen voor jullie. Dat het een beetje bij elkaar hoort. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik zeg alvast bedankt voor het kijken. Goedemorgen, middag of avond. En welkom terug bij Krimi TV Cold War. Ik ben hier vanavond samen met Thomas. Yo. Ik zeg vanavond, maar het is nog midden op de dag. Maar dat maakt op zich niks uit, want in de ruimte is het toch altijd dag en nacht en partytijd. We zijn druk bezig met het maken van een Space Station. Ik heb al een Space Station gemaakt. Je maakt een Space Station door de ruimte in te gaan. Ik zal je straks de knop even laten zien. En daarna heb je... Ja, je hebt iets van een stack ijzer, een stack aluminium en een stack tin nodig. En een advanced wafer. Die kun je maken in een circuit compressor. En dan kun je hier dus klikken op Create Space Station. Nou, wij hebben er al een gemaakt. Edenia Space Station. Space Operation. Dan druk je gewoon op Send to Dimension en dan spawn je in deze soort van teleporter. Dus je kan deze ook niet weghalen. En dan staat hier staat je kist met daarin je raket en je launchpad. En ik lag een beetje, want dat heb je met jetpacks en als je teleporteert. Goed, de fuel die blijft hierin bewaard, dus dat is altijd leuk. Wat ik nu in principe gelijk ga doen is, ik stuur eerst Thomas eventjes een launchpad weer terug. Via de Ender Chest die verbonden is met onze base op aarde. Maar, nu ik hier toch ben, waarom gaan we niet gelijk een stapje verder? Waarom zetten we hier niet de Quantum Singularity? Ik kon even niet op het woord komen. Quantum Singularity. Het is ook techniek die ik niet dagelijks gebruik. Ik ben geen quantum fysicist. Oké. We hebben nu dus... het wordt een beetje rotzooi en rommeliger dan mijn originele ontwerp wat dat betreft. We krijgen nu stroom van deze. Mooi. En dan krijgen we hier monitor. Zo. Oh nee, monitor werkt alleen op deze volgens mij. Moet hij nog wel stroom krijgen en hij krijgt hier nog geen stroom. Oké. Gaan we ervoor zorgen dat hij wel stroom krijgt. Zo, dat is beter. En nu kunnen we gewoon bij onze base op aarde. Fantastisch. We kunnen hier een lever opzetten. Volgens mij, ja, aan de onderkant. Mooi. We kunnen hem uitzetten als we hem niet gebruiken. Want ze vreten inderdaad wel veel stroom. Thomas, die is even weg. Goed, en ik had dus heel veel spulletjes in backpacks gedaan. Machines, big reactors, building blocks, noem het maar op. Maar dat hebben we dus in principe eigenlijk helemaal niet nodig. Omdat we nu dus gewoon in de computer kunnen. Super handig. Goed, wat het idee is. Space Station is uit zichzelf heel erg klein. Heel erg gelimiteerd. Het is echt gewoon een doosje. Dit is het. Ja? Jan, ja. Ik heb een soort van probleempje. Wat is je probleem? Ik wou naar je moonbase gaan om spullen op te halen voor die oxygen. Ja. Zit. Alleen hij rendert niet en ik zit in een no oxygen zone. Oké, hij rendert even niet. Zo, fantastisch. Wat ik dus in gedachten had voor het Space Station is om boven... ik moet die oxygen tank wel meenemen eigenlijk. Of ik stop alles in de computer, want ik kan boven bij de computer. Ik ben ook zo handig. Goed, ik zal al deze zakken inderdaad legen. Ik heb van alles bij me, gewoon voor machines en zo. Dat kan ook wel in mijn inventory blijven trouwens. Ga ik op den duur toch nodig hebben. Ik heb van alles bij me om te gaan bouwen op de maan.
En op de Space Station uiteraard. Even kijken, ik heb hier nog tools uiteraard met allemaal saplings. Ik heb upgrades, die stacken niet, dus ik heb een hele tas vol met tin upgrades. Tin upgrades zorgen ervoor dat je precies vier blokjes ver uitzendt, zeg maar. Dit is een ME drive en wat storage disks. We gaan uiteraard ons eigen systeem maken op de maan. We gaan niet afhankelijk zijn van de aarde. Ik zeg het ook eens de maan, maar het is Space Station uiteraard. Goed, ja, dan is het nu tijd om naar de Space Station te gaan. En daarvoor ga ik Thomas inderdaad wel even uitnodigen. En dat doe je op deze manier. SS invite. En dan Thomas Bone. En als het goed is, staat Thomas Bone nu in de Space Station list. Rex, ik heb een berichtje gekregen. Oké. Okay. Als het goed is, als je nu de ruimte invliegt, krijg je ook de... De vraag, of tenminste de optie, om naar Edenia Space Operations te gaan. En vanaf daar gaan we een force field opzetten. Force fields wilde ik het nog over hebben. We gaan inderdaad werken met force fields. Zo. Als je trouwens van je space station afspringt, ongeacht de locatie waar je hem gebouwd hebt, dan land je weer op de plaats waar je bent gelanceerd. Zodat je het even weet. Als je vanaf hier lanceert, ja, ga maar vast, ga ik zwaaien. Oh, hij moet even fuel loaden, denk ik. Oh, doe ik. Nee, hij is al aan het fuel loaden. Klaar voor vertrek. Ik vind het zo cool dat je gaat zwaaien. Dag Thomas. Dag. Tot straks. Zie me zwaaien met de raket. Ik ga gewoon sneller dan jij. Oké, nee, ik zeg te snel, te veel. Nu ga jij sneller dan ik, oké. Oh, dat is best cool inderdaad. Oké, nu gaan wij even kijken. Heb ik nog launchpads? Zal wel handig zijn. Launch, ja, precies 9. Fantastisch. Komt daar straks echt een hele stapel van parachests. Die gaan we uiteindelijk op den duur weghalen. Even kijken. Deze is nu ook aan het laden inderdaad. Ik moet niet te vlug willen lanceren. Anders dan heb ik niet genoeg fuel. Alhoewel tijdens het lanceren, tijdens die 20 seconden, laat hij ook nog fuel. Dus op een percentage of 50 kun je gemakkelijk zeggen van we gaan het gewoon proberen. Oh, for the sake of science. Laten we eens even kijken. Ja, dat redden we makkelijk. Ik kan joinen. Ja? Ja. Nice. Oké. Nou, ik wil je wel met druk vragen om geen boek te maken voor de Space Station. Gewoon in verband met eventuele spionage en lekkage. En andere van dat soort vreemde woorden. Goed, wij gaan ook de ruimte in en we volgen Thomas naar het Space Station. En het eerste wat ik echt wil opbouwen is een force field. En dat force field gaan we dan uiteindelijk laten bouwen. Even denken, we zitten wel met minimum hoogte. We kunnen namelijk over een bepaalde hoogte vallen we terug op aarde. Zelfs al zit er een blok onder je. Dus we moeten wel de lucht inbouwen. We moeten omhoog bouwen als we op het Space Station zijn. En het spawnplatform, dat blijft daar altijd staan. Dus daar moeten we ook rekening mee houden. Het spawnplatform waar ik nu op sta. Goed, we hebben dus... Daar is mijn parachest met de raket en de dinges. Hier is jouw raket en dinges, heb je ook nodig. Die gaan gewoon in de computer. Zodat we ze altijd kunnen bereiken. Rocket pads. Walrus, uiteraard, moet erbij. En nu gaan we dus inderdaad... Oh, dat gaat iets te snel. Ik moet echt... Dat was een gewoon kort sprongetje, hè? En opeens vlieg je helemaal hier naartoe. Oké. Punt is, we hebben wat ruimte nodig om te bouwen straks. Dus we gaan een force field opzetten. Dan ga ik jullie even laten zien hoe we dat doen en hoe het allemaal werkt. Ik heb van alles bij me. Van alles. Eerste wat we nodig gaan hebben is... een force field projector. Een force field projector die zorgt er uiteraard voor dat het force field vanaf dat punt wordt gemaakt.
Daarnaast hebben we Fortron capacitors nodig. Ik ben zelf een groot fan van 4 stuks. Die kun je zo aanzetten met dit knopje hier. Zo. En deze Fortron capacitors zorgen ervoor dat stroom wordt omgezet. Force field gebruiken namelijk een bijzonder type stroom. En dat heet Fortron en dat is in liters. Hier plaatsen wij een tesseract. Die krijgt energie vanaf onze homebase. Receive only. Gaan we later nog aan werken. En dan hebben we nog iets nodig dat Fortron of RF omzet in Fortron. En daar zijn deze coercion derivers voor. Deze zetten we hier neer. Zo. En deze, als je die aanzet, zet er dan stroom om. Je krijgt ook allemaal leuke blauwe lichtjes te zien overal. Dat is echt fantastisch. Die zetten we aan. Zo. En die gaan nu met elkaar communiceren. Omdat dit allemaal op frequency 0 staat en een ander kan deze frequency ook gebruiken, gebruik ik altijd de frequency card. Even shift rechtermuis klikken en dan shift rechtermuis klik je ook op al je apparatuur, zodat deze allemaal met elkaar gelinkt zijn op dezelfde code. Fantastisch en uiteraard plaatsen we tenslotte de force field projector zelf. Ook die shift rechtermuis klikken wij hiermee. Deze ontvangt nu stroom. Helemaal fantastisch. Dan hebben we die kaart niet meer nodig. Nou, voordat we deze aanzetten zijn er heel veel dingen waar we rekening mee moeten houden. Allereerst capacity en speed. Capacity en speed. Al deze upgrades kun je maken van focus matrix plus andere onderdelen. En die focus matrix dat is staal. Dus het is aardig duur. Staal met redstone en diamond. En dan krijg je er 8. Het klinkt allemaal inderdaad heel duur en dat is het ook. Je gaat wel wat kapitaal nodig hebben voordat je hier aan begint. Ik geef elke van deze Fortron Capacitor en Coercion Deriver geef ik altijd een stack capacity upgrade en een stack speed upgrade. Op deze manier zorgen we ervoor dat we meer dan genoeg Fortron hebben om ons gigantische force field straks wat voor vorm we maar willen. Ik bedoel, alles kan met deze force fields. Je kan ze maken in de vorm van een sfeer, in de vorm van een cilinder, in de vorm van een kubus of in een geheel custom zelfgemaakte vorm. Dan zie je dat we er nog een paar over hebben. Deze gaan namelijk in de force field projector. Zijn niet nodig, zijn wel handig. Goed, wat is nu het plan? Je hebt modes nodig. Cylinder mode, pyramid mode, sphere mode, tube mode. Pyramid mode zou een optie zijn voor onze force field, maar ik ga voor de standaard sfeer. Sfeer is wel fijn. We willen we willen scale modules, we willen translation modules. Want we willen dus, zoals ik zei, niet te diep. En eventueel straks een force field stabilizer, maar dat ga ik later even uitleggen. Daarnaast heb je nog camouflage mode, collection mode, invert mode. En Field Stabilizer Sponge Module, uiteraard om water weg te halen. Dome Module, zodat de onderkant plat blijft, is eventueel ook handig. En een Silence Module, zodat het niet gek wordt van het geluid. Want het geluid is letterlijk verdovend van deze apparatuur. Dus ik doe er altijd een Silence Module in. Oké, wat we nu nodig hebben is een Scale Module. Op dit moment maken we een sfeer. Die sfeer gaat trouwens hierin, zo. Je ziet ook nu de vorm die hij gaat uitzenden. En deze vorm, die moet wel iets omhoog. Want we willen dus niet al te laag. Ik denk eraan om deze een halve stack, dus 32 bloks, omhoog te laten wijzen. Zo, scale module, dat is allemaal prima. Ziet er verder goed uit. Wat doen we nu? We zetten hem aan. Dit vreet dus inderdaad de stroom. En zoals je ziet zijn we nu bezig met het maken van een gigantische sfeer. Echt een gigantische sfeer. Het is wel een sfeervol onderwerp. Sorry. Criminele kijkers, dat zijn geen woordgrappen van mijn kaliber. Goed, dit is een hele grote sfeer. Dus ik denk niet dat we zo'n grote sfeer nodig hebben. Alhoewel, het is wel cool. Om dat helemaal op te vullen en dan in te richten is best veel. Dus we gaan deze sfeer iets kleiner maken. Trouwens, zwaartekracht betreft op een space station, het is echt enorm laag. We doen hem even uit.
We maken hem ongeveer de helft zo groot. En hier ook, we doen hem de helft zo hoog. Dan zetten we hem opnieuw aan. Eens even kijken wat er nu gebeurt. Ja, dit is toch al stukken beter. Dit is stukken beter. Stukken overzichtelijker ook. Niet te veel gedoe, niet te veel. Even kijken. Alhoewel de locatie van de force field is niet ideaal. Want we moeten uiteraard een lanceerplatform hebben voor onze raketten steeds. En dat is lanceerplatform is eigenlijk hier. Het zou wel gecentreerd moeten zijn op hier eigenlijk. Maar goed, dat is dus hoe force fields werken. Je kan ze ook heel makkelijk kun je ze dus inderdaad naar rechts of naar beneden of naar achter. Je kan hier zien welke kant je op kijkt. Dus ik kijk nu naar het zuiden met het apparaat. Dus als ik naar het zuiden kijk en ik ga naar front. Front is dus richting het zuiden. Dus als ik front toevoeg, gaat het deze kant op, het force field. En we zien verder heb je dus nog hele leuke modules. Zoals bijvoorbeeld... kom op. Zo, daar gaan we. Laten we bijvoorbeeld glas pakken. Glas is altijd leuk. En hier, ik heb een heel leuk lesje geleerd met deze en het gebruiken van creeper heads. Dat is iets wat je niet moet doen. Gebruik alleen maar volledige blokken en ga alsjeblieft niet lopen prutsen met creeper heads of bedden of dat soort dingen. Want dat laat allemaal bugs achter en permanente fouten. Dat heeft me nogal wat gekost om dat weer op te ruimen. Goed, we voegen een camouflage mod toe met daarachter een blokje glas. En let op hoe alles in glas verandert. Dit kun je hetzelfde doen met steen. Dit kun je hetzelfde doen met glowstone. Dat geeft dan ook nog licht. Je kan ook voor iets wat niet licht geeft kun je een glow module toevoegen aan je spaceship. En het is gewoon fantastisch. Je hebt gewoon een goed werkend spaceship wat dat betreft. Goed, wat we ook kunnen doen trouwens is het gebruik van een field stabilizer. En een field stabilizer is toch weer net iets anders. Ik moet nog eventjes inderdaad een... ik moet nog even bedenken wat de vaste grootte zal moeten worden van onze spaceship. En de vaste... het materiaal waar we het van gaan maken. Dat is wel heel belangrijk dat je dat van tevoren weet, maar daarna kun je gebruik maken van een field stabilizer module. Hier heb ik hem. En daarnaast zet je een kist met de spulletjes die je wilt gebruiken voor je field stabilizer. Dus we zetten een kist naast de force field projector, hier. Hierin stoppen we dan allemaal materialen die we willen gebruiken. En daarna gebruik je een field stabilizer module om ook daadwerkelijk het force field te maken. En wat ik daarmee bedoel, is dat hij de blokken plaatst die in deze kist zet. En als je het force field uitdoet, staan die blokken er weer. Dus ja, het is enorm goed om op die manier inderdaad gewoon een gebouw te maken. Wat rond is of vierkant of noem het maar op. Wat je maar kunt gebruiken. Of helemaal naar eigen keuze met custom modes. Daar ga ik het ook nog even vlug over hebben straks. Als je, kan nu ook wel trouwens. Als je custom mode pakt en je shift rechtermuis klikt op een plaats. En je shift rechtermuis klikt op een tweede plaats. Alles wat tussen die coördinaten ligt, dus dat is deze rij met tin decoration blocks, dat is nu de mode. Dus hij heeft een 5x5, 7x7 tin decoration blocks platform als mode. Om de mode weer te verwijderen kun je hem simpelweg craften, dan is hij weer op 0. Heel simpel, heel makkelijk. Je kan dus nog, zoals ik zei, de dome module gebruiken om de bodem eruit te halen, zodat je een open bodem hebt. En dan heb je inderdaad nog collection. En invert. Invert module is dat hij niet een rand maakt, maar dat hij alles vult met een force field. Is natuurlijk niet handig als je erin staat. Gebruik daarom inderdaad translation modules. Maar goed, het lijkt me handig om toch niet zo'n heel groot force field in het begin te maken. Want het moet allemaal natuurlijk gevuld worden met lucht. En het moet ook luchtdicht blijven. Eens even kijken hoe groot dit is. Is dit te doen? Dit is prima te doen eigenlijk, hè? Wat vind jij, Thomas? Moet het groter dan dit? Of? Dit is wel oké. Dit is oké, hè? Ja. Kunnen we dit makkelijk vullen inderdaad met computers en dergelijke. En wat we dan gaan doen is buiten het spaceship gaan we dan bijvoorbeeld farms opzetten en dat soort dingen. Wat ik echter nog wel even moet doen is iets meer translation. Iets meer eraf moet ik zeggen. Want anders dan
hè, dan wordt het ingesloten. Dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. We moeten ook weer net niet onder dit gebouwtje door kunnen lopen. Maar dit kunnen we handmatig wel vullen en bijwerken. Een spawnpoint blijft in ieder geval hetzelfde. En dit is het, altijd het punt waarop je parachest landt. Dus hier moeten we ook een schacht maken waar we onze raket kunnen lanceren eventueel. En ja, voor de rest is het inderdaad even spelen met de grootte hiervan. Ik denk dat ik hem nog eentje omhoog wil. Ik denk dat dat goed is. Nee, dan zit daar al een blokje. Kijk, dat is het leuke. Dus inderdaad, je kunt deze trouwens ook gewoon helemaal weglaten. Dan is dit het perfecte centrum van het force field. En dan kun je er een klein beetje onderdoor. Is op zich helemaal prima. En nou nog het materiaal waar we deze bol van gaan maken. Even kijken, ik zat zelf te denken aan, om bij het thema te blijven van Space, tin decoration blocks. En ik had er nog wat in de computer zitten. Tin decoration blocks, deze. Zijn niet heel duur om te maken. Het kost steen en compressed tin en dan krijg je er 4. Dus laten we nog eventjes een paar stacks maken, zoveel we kunnen. Ik maak per ongeluk buttons. Altijd leuk. Goed, we hebben heel wat tin decoration blocks. Ik denk niet dat het genoeg is. Maar als we deze dus hierin stoppen. En daarna voegen we een... is dit de perfecte grootte? Ja, hè? Ik denk trouwens, dit is wel het landingsplatform. Is leuk en aardig. Maar ik denk dat we hier exact in het midden, als het force field straks aan de kant is, kunnen we gewoon het lanceerplatform maken. Of bovenop de star. En dan ook bovenop de star de landingsplaats waar de kisten vallen. Goed, laten we het gewoon doen. Ik gebruik een Field Stabilizer module. En let op, wat er nu gebeurt. Dit is echt fantastisch, dit is magie aan het werk. Tin decoration blocks worden geplaatst, links, rechts, overal. En deze kun je ook gewoon weer weghalen met de hand. Zolang het force field aanstaat, worden deze hersteld. Zolang deze kist nog vol is uiteraard. Ik denk dat we het net niet gaan redden, wat de materialen betreft. Je kunt natuurlijk zeggen van we vullen de rest op met glas. Dan krijg je een heel leuk patroon. Je kan ook gewoon om en om stacks van materialen doen om inderdaad een random patroon te krijgen. Bijvoorbeeld een stack dirt, een stack gras, een stack glas, een stack gravel. Dat is altijd leuk, dan valt het op je neer als het geplaatst wordt. Maar dit is dus hoe force fields werken. Het is echt fantastisch. Het vreet alleen heel veel stroom. Het kost ontzettend veel resources. Maar als je een paar lasers hebt opgezet, zoals wij van de Lightside, dan is er niks aan de hand. Ik denk inderdaad wel dat we in een... we hebben veel te weinig materiaal. Dus wat ik even ga moeten doen, is ik moet even heel wat compressed tin maken. En dan moet ik even terugkomen. Even kijken. Nou heb ik hier natuurlijk geen electric compressors. Dat is weer een beetje jammer. Misschien. Ik heb wel tin, heb ik nog wel wat. Ik zal toch even terug moeten naar de aarde om dit op te lossen. Goed, ga ik dat even doen en dan ben ik zo weer terug. Nou, de sfeer is af en zoals je kunt zien op de minimap is het een perfect ronde sfeer. Zo rond als het kan in Minecraft althans. We kunnen in deze hoeken, ze zijn nog niet helemaal lekker trouwens. Niet elke is hetzelfde. Het komt waarschijnlijk door het... getal 16 wat we gekozen hebben. Als hij iets groter was geweest, zat er wat meer detail in. We kunnen dit heel makkelijk weer oplossen. En daar hebben we de disintegration module voor nodig. Nu ik erover nadenk, misschien is het toch beter dat we hem iets groter maken. Ik heb nog wat reserve tin decoration blocks gemaakt. Tin decoration blocks. Oh, nee, niet zozeer. Oké, wacht even. Je hebt namelijk 2 soorten tin decoration blocks, of meerdere misschien, dus trap er niet in. Waar is mijn compressed tin? Ah, zie je het? Is er niet. Nee, compressed tin is op. Wat bijzonder. Goed, ik dacht, ik zou zweren dat ik al die... Of heb jij misschien een inventory vol met tin deco blocks? Ik heb er nog 30. Oh, dat is niet heel veel. Oké. Goed, hoe het ook zij, je kunt dus... Huppa... Als je het proces wil omdraaien is geen enkel probleem. En ik denk dat het inderdaad mooier is als we hem iets groter maken. Wat je dan doet is het volgende. De stabilizer module haal je eruit. Je laat alles hetzelfde zoals het was. En in plaats daarvan zet je er een disintegration module in.
en als je de blokken wilt terughalen ook een collection module. Dit vreet wel heel veel stroom, maar het is een leuke oplossing. Zo. Kijk, nu doet hij exact het omgekeerde. En hij doet de blokken die hij meent terug in deze kist. Nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk, hartstikke aardig. Ik denk inderdaad dat het beter is als we een iets groter force field maken, zodat we... Oh, hij laat sommige vallen, want ik had de collection module er nog niet op tijd ingezet. Ik wil toch deze blokken houden, want ze zijn een pain in the ass om te maken. Goed, wat ik dus wilde zeggen, ik zal mijn jetpack aandoen voor het te laat is trouwens. Ja, wat ik dus wilde zeggen is, als je niet tevreden bent met wat er gebeurd is, kun je dus heel makkelijk een disintegration toevoegen. Let er wel op dat het allemaal pokkenveel stroom kost. Alles kost stroom. Dan kunnen we dus een iets groter force field maken met een waarschijnlijk een oneven getal. Zodat alles wel netjes is, zeg maar. Als je een oneven getal gebruikt bij een sfeer, dan zijn alle kanten namelijk exact gelijk. Had ik niet eens aan gedacht. Maar bij deze dus, weten we dat ook weer. Tin decoration block is allemaal netjes en zo. Ik vind het vreemd, waar is al die compressed tin dan heen gegaan die ik in het systeem heb gestopt? Nou ja, het zal wel. Ik zal wel terug naar de aarde om daar wat meer te maken als het nodig mocht zijn. Nou, we kunnen nu inderdaad... Thomas die zei al tegen mij van je moet het er even bekijken zonder night vision. Dan krijg je inderdaad een fantastische lasershow. Maar goed, dat is dus force fields en wat je ermee kan is ontzettend handig. Coercion derivers, fortune capacitors en een force field projector. En dan heb je het grootste gedeelte er al. Er zijn een paar andere opties van force fields. Zoals dat je items afpakt als je in de buurt komt van een force field. Je kan een force field compleet onzichtbaar maken. Dat soort dingen. Je kan een waarschuwing doen. Je kan mensen killen met een force field. Je kan bepaalde mensen toelaten. Er zitten heel veel opties die we allemaal kunnen gaan bekijken. Maar dat doen we niet vandaag. Maar de volgende keer bij Krimi TV. Daar gaan we. Ze is bij de trap. Ze is bij de trap. Oké. Ik, weet je, fuck it. Ik ga er gewoon in en ik kill haar. Boeiend. Ik vind haar wel. Even heel inconspicuous. Opeens gaat ze heel erg rondjes draaien. Hoi. Oh, ze gaat weg. Ze gaat weg. Oh nee, ze gaat niet weg. Ze is er nog. Waar? Ze is bij het portal. Bij het Nether portal. Bij het Nether portal, zeg je? Ja, daar. Pak. Zo, doen we dat. Je mag haar items hebben als je wil. Ja, die ga ik ook houden. Zo. Ah, Thomas. Het is goed om een goede business partner te hebben, maar we moeten echt... Oh, shit. Ik had hem voor je. Echt op het nippertje. Het is goed om een goede business partner te hebben, maar wij moeten echt de hel opflikkeren naar, naar de ruimte. En zo snel mogelijk. Ik neem de raket mee. En we gaan bij jouw nieuwe base gaan we een lanceerplatform maken voor een space station. Ik heb daar vlakbij een Quantum Singularity staan, waarin ik al mijn items uit deze high-tech base kan halen. Gaan we ook moeten doen. We gaan dat ergens in een nieuw systeem moeten stoppen dat niet gelinkt is met deze. Want deze base kunnen we eigenlijk wel shaken nu. Oké, ik zie je op je nieuwe base.